Goedemorgen, het is weekend en ik neem jullie mee mijn weekend in. Het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag op bezoek bij een vriendinnetje van mij die in Amsterdam woont, Misha. En ik ga jullie meenemen, dus let's go! Nou, dit is Misha. We zijn lekker aan het lunchen in het tentje in Amsterdam. Hoe heet het hier, Mies? Tinnies. En hoe heet de straat ook alweer? Haarlemmerstraat of Haarlemmerdijk? Haarlemmerdijk, toch? Ja. En hier kun je allemaal lekkere, biologische, gezonde dingetjes eten en drinken. Mies heeft een dubbele cappuccino. Minder gezond. Maar dat is niet erg. En ik heb een gemberthee met verveine, wat ik nog nooit op heb. En we gaan vandaag een leuk dagje van maken, toch? We zijn zojuist aangekomen in de foodhallen. En daar was Mies ook nog nooit geweest, dus we gaan hier even rondkijken. En dit is een overdekte hal met allemaal etenswinkels. Het ruikt hier ook echt onwijs lekker. We gaan hier even naar binnen. Vind je het leuk? We gaan nu naar binnen bij de Honey Dankbaar Passage. We zijn heel dankbaar. Het is wel een mooie passage. We gaan weer een leuk winkeltje binnen. Het is dus niet alleen eten hier, ook leuke spulletjes. Want, Mies, waar gaan we naartoe? Krantenkaffee! Krantenkaffee, kopjes! Dus, heel veel kopjes. Daar zijn we zo. Oh. Nou, as seen on internet, hier zijn we dan. Bij Krantenkaffee, kopjes. En we gaan eens even kijken hoe het hier is. Dat was Krantenkaffee, kopjes, want het zit vol en we mogen niet naar binnen. Dus we kunnen alleen naar de kat in de etalage kijken. En naar alle mensen die binnen zitten. Maar verder gaan we nu weer weg, hè, Mies? Wat gaan we doen? Gaan we nog een beetje winkels? Jij kan nooit ophouden met winkelen. Ik wil ook wel heel graag wat winkelen en eten. Gaan we naar de seafoodbar? Ja, helemaal naar Leids, hè? Seafoodbar en dan Amsterdam, misschien heb je er al meer. Er zijn er ook meer. Vondelbuurt, hé, daar zitten er vijf. Ik heb zo zin in. Oh, lekker in voor cheese. Yeah! Nou, we zijn aangekomen inmiddels bij de Seafood Bar. Daar zijn we naartoe gefietst. En het is hier heel druk, maar we hebben wel een plekje kunnen bemachtigen. En we hebben net een hele grote schaal met warme en koude vis besteld. En we drinken een scorpino. En Mies is helemaal stil van. Een onverwachte experience. We zijn in de Bowls Experience. En we gaan ons laten verrassen door genevers en cocktails.
En dit was mijn allereerste vlog over mijn weekend in Amsterdam. Vond je het leuk? Dan weet je wat je te doen staat. Volgen. Tot de volgende. Doei!